De Rode Wokkel is de nieuwste fiets- en wandelbrug over de Vlaardingse Vaart. Vorige week werd de brug via een zwaar transport over de watersportweg naar de Vlaardingse Vaart vervoerd. Daarna werd met behulp van twee gigantische hijskranen de indrukwekkende brug over het water getakeld. En zo is er opnieuw een verbinding tussen de oostelijke en westelijke trekkade van de vaart gerealiseerd. De brug ligt ter hoogte van het sportcomplex De Polderpoort en het Holy Ziekenhuis. Oftewel iets ten noorden van snelweg A20. Voor de montage van de brug werd naast het sportcomplex De Polderpoort een tijdelijke loods neergezet, bestaande uit op elkaar gestapelde zeecontainers. In die loods werden de delen van de kunstzinnig gedraaide brug de achterliggende maanden aan elkaar gelast. De brug zou namelijk te groot zijn geweest om via de weg naar Vlaardingen te vervoeren. Zo'n 10 meter breed en 10 meter hoog. Dat zou echt nooit gelukt zijn. Het is nog spannend geweest of de Wokkel er überhaupt zou komen. Bij de eerste aanbestedingsronde werd het budget van 1,4 miljoen euro nog fors overschreden. Het Vlaardings College besloot daarop het ontwerp aan te passen. De brug werd wat kleiner, maar het oorspronkelijke ontwerp is met de nieuwere opzet geen geweld aangedaan, vinden de gemeente Vlaardingen en architectenbureau West-8 dat de brug heeft ontworpen. Officieel heet de brug de Twist, maar het bouwwerk werd door de Vlaardingers al snel de Wokkel genoemd.